BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips. Welkom terug bij BNR Breekt. Vandaag in mijn panel Anoushka Iman-Baks. Zij is directeur van Venture Café Rotterdam en oprichter van Made at Home. En Hielke Onnink, die is van het CDA. Daar zit de voorzitter van. Vanavond om 7 uur is het weer tijd voor... Beste mensen. Dat gaan we ongetwijfeld horen. Althans, Hielke, hij doet het ook af en toe niet de laatste tijd, beste mensen. Is dat afgestemd? Of Hugo de Jonge beste mensen doet of niet? Nou, jij kan het weten. Omdat dit zo vaak langskomt, dat mensen valt het op. Dat beste mensen, ook een beetje met dat Rotterdamse of zo is dat. Ik weet niet, maar... doet hij het nu een paar keer niet, volgens mij. Maar is het afgestemd? Of, als dat zo'n dingetje wordt... Maar alles is toch gewoon voorgekookt. Dus dit ook aan, denk ik, toch? Ja, ze hebben wel echt serieuze speechschrijvers. Mm-hmm. Die vooraf meeschrijven, meedenken van wat gaan we daar vertellen. Ja. Zou het dan toch zijn dat hij soms aan het begin van een toespraak... per ongeluk alsnog beste... Nou ja, goed, maakt het niet uit. We gaan het hebben over de inhoud. Daarvoor zijn we hier bij BNR. Vanavond horen we waarschijnlijk over 4 versoepelingen. 1, de avondklok gaat er volgende week af. 2, de terrassen gaan volgende week weer open onder voorwaarden. 3, je kan binnenkort weer naar de winkel zonder een afspraak te maken. En 4, je mag 2 gasten op bezoek hebben in plaats van 1. Dat zijn allemaal fijne dingen, Anoushka. Waar zie jij het meest naar uit van die 4? Om te beginnen trouwens, er is niks mis mee met het Rotterdamse. Nee hoor, helemaal niet zelfs. weet je wat ik een beetje raar vind? Ik zat er net over na te denken, hoe je dat ook zo noemt. Waarom sluit het terras om 6 uur en verdwijnt de avondklok? Want je zou dan toch ook kunnen zeggen, de terrassen blijven open tot zonsondergang, 9 uur. Dat lijkt me logischer. Mm-hmm. En hoe zit het dan met thuiswerken? Want dan moet iedereen een soort van zijn agenda een soort van omgooien om dan toch nog een terrasje te kunnen pakken. En dan gaan we massaal allemaal na 6 uur weer achter ons laptop zitten. Ja, want het advies blijf zoveel mogelijk thuis geldt dan eigenlijk ook niet meer. Want ja, als je de terrassen open doet, dan kan je niet meer zeggen blijf zoveel mogelijk thuis. Precies. Nee. Raar toch? Hoe rijm jij dat, Hielke? In het OMT zitten gedragswetenschappers. Die hebben er vast over nagedacht. Maar als ik puur voor mezelf mag spreken van hoe meer biertjes op, hoe sneller ik de coronaregels loslaat. Dus dat het om 6 uur stopt. Misschien dat het daarmee te maken heeft. Anders weet ik het ook niet. Je hebt alcoholisten die beginnen al heel vroeg met drinken. Ik zie wel wellicht een probleem. Dat je om 6 uur heb je het gezellig gehad op een terras. En dan word je eraf gegooid. En dan ga je wellicht naar de supermarkt. Ja. Even een paar biertjes halen. En ga je door. Ga je in het park zitten met elkaar. Dat is in ieder geval waar de BOA's al voor waarschuwen. Van kijk daar eens even nog wat slimmer naar. Ja, want dat kan ook nog net. Hè, want tot 8 uur mag je alcohol kopen. Dus 6 uur rol je van het terras af, dan rol je de lokale Albert Heijn in. Ja, dat is allemaal. Maar het is wel een beetje veel tegelijk, misschien, Anoushka. Ik kreeg het idee dat we stapje voor stapje gingen versoepelen. En nu gaan we opeens 4 best wel grote dingen tegelijk doen. Vind je dat gevaarlijk? Ik vind het een beetje een dubbel signaal. Ook als je dan signalen hoort vanuit de gezondheidszorg, de ziekenhuizen, die dan nog steeds zeggen van dit is gewoon absurd. De IC's liggen nog vol. En we hadden het over stappenplan. Dan is het nu echt wel een beetje van alles mag, maar alles een beetje half. En dat spreekt elkaar voor mij, vind ik, een beetje tegen. Mm-hmm. Wel apart, toch? Je hebt er wel een beetje even een vraagteken bij. Ja. Het stappenplan wordt natuurlijk nu gewoon keurig eindelijk een keer gevolgd. Dat is al heel wat volgens mij de laatste tijd. Maar de spanning zit natuurlijk tussen wat je vandaag de dag ziet en wat het kabinet in die modellen ziet. Want halverwege mei hebben we gewoon 8,5 of 6,5 miljoen vaccins al gezet. Ja, en dat berekent natuurlijk wel door op de druk die straks op de ziekenhuizen zit. Maar dat zie je nu dus totaal nog niet. Nee. En daar zit die enorme spanning. Dat we eigenlijk alles berekenen met modellen. En als dat zo uitpakt zoals het volgens modellen gaat, dan komt het allemaal goed. Ja, maar vandaag de dag ga je dat nog echt niet zien. Nee. Ook omdat vorige week waren De Jonge en Rutte nog best wel cynisch. Sceptisch over wat er zou kunnen gebeuren. Ze zeiden van als we kijken naar de cijfers en vooral naar de ziekenhuiscijfers, dan kan er nog veel niet. Nou gaat het de afgelopen 3-4 dagen wat beter als het gaat om de intake in de ziekenhuizen. En nu kan er opeens heel veel. Het is zo dagkoers allemaal, Anoushka. Ja, ik vind het wel afdoen aan de geloofwaardigheid, laat ik het zo zeggen. En ik snap wel wat er net wordt gezegd, over het stappenplan wordt eindelijk gevolgd. Maar voor mijn gevoel is ook de geloofwaardigheid een beetje ver te zoeken. Ik denk dat heel veel mensen ook die persconferenties niet meer trekken. Ik denk dat terrassen opengaan, dat wel echt wel wordt toegejuicht en dat iedereen daar heel blij om is. Maar de geloofwaardigheid is wel een beetje ver te zoeken. Ja, voor jou ook, Hielke? Nou, het kabinet en het OMT pakken het niet altijd makkelijk aan.
Ik vind dat ze ook die burgemeesters ondermijnen een beetje hun eigen legitimiteit door telkens als individu in de media te stappen of dingen uit te lekken. Ze zouden er veel wijzer aan doen om gewoon de structuur die ze aanvankelijk hadden, dat je hebt een OMT en die weegt alle wetenschap af. Mm-hmm. En vervolgens moet je als politiek de bestuurlijke afweging maken. Mm-hmm. Daar ook economische belangen in meewegen. En sociale belangen. Maar wat je nu ziet is dat eigenlijk al die stappen door elkaar lopen. Je hebt dan OMT-leden die praten mee in het katshuis. Je hebt OMT-leden die zitten zelf in talkshows. En die hebben soms nog even een mening over hun eigen belangen als ziekenhuisbestuurder. Heb OMT overleg van zichzelf? Ja, en dan spreken mensen weer die eigen adviezen tegen. Of lopen ze vooruit op de adviezen. En er lekt natuurlijk van alles waar ze dan weer op reageren. Ja, en daardoor heb je gewoon niet meer die legitimiteit soms. En ik snap dus dat mensen het niet meer volgen en ook niet meer altijd die adviezen geloofwaardig nemen en ook niet meer volledig kunnen vertrouwen op altijd die stappenplannen. Ja, er zijn ziekenhuizen die hebben hun personeel gevraagd, mensen die coronapatiënten zien, om bijvoorbeeld in de meivakantie geen vrij te nemen vanwege de enorme drukte. Nou, die meivakantie, dat duurt nog eventjes. Is het inderdaad slim, ook voor het beeld, al was het maar voor het beeld, om dus inderdaad nu het hele land, niet het hele land open te gooien, want er blijven nog heel veel dingen niet kunnen. Je kan nog steeds niet naar de dierentuin, je kan nog steeds niet binnen sporten. Alle de kunstzaken en zo blijven allemaal dicht, theaters, dat soort zaken. Binnen, dus er kan ook nog heel veel niet, maar je krijgt toch een gevoel van mogen opeens heel veel meer. Terwijl aan de andere kant de ziekenhuizen moord en brand schreeuwen. Dat is toch niet te rijmen, Anuska? Nee, maar dat is ook mijn punt. Ik vind de geloofwaardigheid een beetje ver te zoeken. En ik stap al, alles wat wordt gezegd, gedrag wordt geanalyseerd en er kan weer heel veel, et cetera. Maar het rijdt gewoon niet. En ik vind ook wel de rol van de media, hoor. Vind ik daar ook wel iets in. Dat ik denk van al die geluiden. En ja, trouwens, dat is toch democratie, hè? Iedereen heeft de eigen mening. Mm-hmm. Iedereen doet maar wat, voor mijn gevoel. Ik maak me ook eigenlijk een beetje zorgen. In de zin van, dan kunnen we straks weer naar de winkel zonder dat je een afspraak hoeft te maken. Ja. Wat qua gedragswetenschappen gaat daar nou uitkomen? Ja. Want als je naar de winkel kan gaan zonder afspraak, ja, dat stimuleert toch weer juist weer dat rondje naar de winkel toe. Ja. En dan het winkelgedrag. En ook qua handhaving. Volgens mij komt er heel veel handhaving bij kijken. Wat misschien wel heel positief is, hè, want het is werkgelegenheid. Er komt weer wat. Het is wel allemaal heel veel, allemaal tegelijk. We gaan het vanavond zien om 7:00. En dan kunnen we er misschien beter daarna over doorpraten. Ook met inderdaad die gedragsdeskundigen en mensen die hierover gaan. En wat hun verantwoording is hiervoor. Want er zijn inderdaad best veel vragen te stellen. Laten we praten over ander nieuws van vandaag. Trouwens, 7:00 vanavond ook te volgen hier op BNR. Uiteraard die persconferentie. Mocht je willen luisteren en niet willen kijken. Wat voor het oog toch ook niet heel erg is.